competenties en vaardigheden. Echt van die woorden die je veel gaat tegenkomen als je gaat solliciteren of al aan het werk bent. Maar wat zijn competenties precies en hoe ontwikkel je die? Dat leg ik je haarfijn uit. We duiken er meteen in. Sterk in je werk. De videoserie waarin we samenwerken aan jouw ontwikkeling. Met tips, voorbeelden en stappenplannen om je echt vooruit te helpen. We moeten natuurlijk bij het begin beginnen. Wat zijn competenties? Competenties zijn vaardigheden of kwaliteiten waar je echt goed in bent. En waarmee jij je onderscheidt op werk. Een werkgever wil graag weten wat je competenties zijn en waar jij je in wilt ontwikkelen. Waarom? Je baas wilt weten of je jezelf een beetje kent. Waar je ambities en doelen liggen en of je binnen het team past. En ook niet onbelangrijk, competenties zorgen ervoor dat je werk uitdagend blijft en je nieuwe kansen voor jezelf ontwikkelt. Oké, we gaan door naar de competenties zelf. Jij wilt vast wat voorbeelden horen, of niet? De 4 categorieën van competenties laat ik je nu zien. Als eerste hebben we de persoonlijke competenties. Dit zijn de vaardigheden die laten zien wie jij bent als mens. Denk bijvoorbeeld aan stevig in je schoenen staan, doorzettingsvermogen, creatieve ideeën inbrengen, opmerkzaam zijn op de werkvloer, positiviteit uitstralen en zelfbeheersing. Nou, daar zit vast iets tussen wat bij jou past, toch? Dan heb je ook nog de taakgerichte competenties. Dit zijn vaardigheden die te maken hebben met hoe jij werkt. Nou, een paar voorbeelden zijn flexibiliteit, toegewijd zijn aan het bedrijf waar je werkt, graag initiatief nemen en precies te werk gaan. Nou, van elk van deze competenties wordt iedere werkgever blij. Vervolgens de sociale competenties. Nou, de naam zegt het al, deze gaan over hoe jij met anderen omgaat. Zo heb je de competenties netwerken, je kunnen inleven in een ander, klantgerichtheid, durven vragen om hulp en een teamplayer zijn. Deze competenties helpen je op sociaal gebied en verbeteren het werkplezier. Als laatste, de organisatorische competenties. Deze gaan een stapje verder en dit zijn kwaliteiten die je vaak bij managers ziet. Bijvoorbeeld, kunnen leiding geven, plannen maken, iets organiseren voor het team, problemen oplossen, kunnen overtuigen en het werk van anderen controleren. Als je deze competenties hebt, groei je echt in je werk. En dat waren ze allemaal. Wil je nou weten hoe je die competenties kiest en verder ontwikkelt? Lees dan even onze blog en die link vind je in de omschrijving. Vergeet natuurlijk ook niet te abonneren of een van de andere video's in deze reeks te bekijken. Tot snel!